hoe je supersnel en heel simpel een rit kunt uitbesteden aan een andere Open TMS gebruiker. Je kunt direct je ritten doorsturen zonder dat er invoerwerk aan te pas gaat komen. Het begint allemaal met de transportopdracht. Ik heb hier een order die gaat naar Drachten van mijn klant Arrivea. En die heb ik al ingedeeld in een vrachtdossier. Die staat hier, nummer 48. Deze, die wil ik uitbesteden aan een andere transporteur. Dat werkt heel eenvoudig. Je klikt op je rechter muisknop. Je gaat een e-mail versturen. Je kiest het template wat je nodig hebt. Meestal is dat al netjes al in default ingesteld. En je pakt het e-mailadres wat nodig is om orders te ontvangen. Dit e-mailadres is als het goed is ingesteld bij de ontvanger. En zo niet, dan kun je ook in onze tutorials terugvinden hoe dat moet. Ik selecteer de OTM 5.0 uitbestedingsopdracht. En ik klik op send. Zo simpel is het. Nou heb ik hem al verstuurd. En ik kan zien dat hij is ontvangen en gelezen. Ik zal je laten zien hoe dat eruit komt te zien in het TMS van de ontvanger. Daarvoor zijn we nu in demo 4. En hier kun je in transportopdrachten de betreffende rit terugvinden. Want bij de ontvangende partijen is het gewoon weer een transportopdracht geworden. En kan deze vervoerder deze rit zelf weer indelen. Ik kan aan het dossiernummer zien dat deze gelinkt is aan de rit die ik heb verstuurd. Zodat we altijd van elkaar weten wat bij wat hoort. En wat je ook ziet in deze transportopdracht, dat de rit nog altijd hetzelfde is. We gaan van Arrivea naar Blessing, naar Drachten. Maar de opdrachtgever is veranderd. Dat ben ik namelijk geworden. Zodat de transporteur in staat is om mij weer een factuur te versturen.